bij deze nieuwe video. Vandaag een video die ik al een lange, lange tijd niet heb gemaakt. En dat is dat ik iemands look ga recreëren. Niet alleen iemands look, maar ik doe altijd de hele vibe. Zulke video's heb ik al vaak gemaakt, maar echt al wel lange tijd geleden. Ik heb dit echt al lang niet meer gedaan. En ik dacht, het is weer tijd. Dus ik ga vandaag een look namaken van Doja Cat. Waarom ben ik voor haar gegaan? Omdat iedereen altijd zegt dat ik op haar lijk. Ik persoonlijk zie het wel en zie het niet. Ik snap dat mensen het zien, omdat we hebben een beetje dezelfde soort vibe, de huidskleur, de haren, het gezichtje een beetje zo. Maar aan de andere kant heb ik ook iets van, ja, maar als je echt goed kijkt, zie je toch wel echt grote verschillen. Maar ik snap zeer zeker waarom zoveel mensen zeggen dat ik op haar lijk. Op de ene foto van haar is het ook wat meer dan op de andere, maar ik zie zeker wel de gelijkenis en ik snap waarom men dat ziet. Ik vond het ook heel grappig dat men dat zei, omdat ik ben altijd een persoon geweest die nooit op iemand leek. Altijd vroeger in de klas ging je met elkaar kletsen en dan zien, oh, jij lijkt op die, jij lijkt op die, en ik leek nooit op iemand. Er was nooit een bekend persoon op wie ik leek. En nou is zij gekomen en ze lijkt inderdaad een heel, heel klein beetje op mij. Dus toen ik haar zag in de video van James Charles, waarin hij haar ging opmaken, dacht ik, weet je wat, misschien is het wel leuk als ik die look ga namaken. Ik ga ook echt die look maken van in die video. Ik heb ook zo haar sieraden aangedaan, wat er een beetje op lijkt. Ik had alleen helaas geen vest die lijkt op wat zij daar aan had, maar ik heb een beetje die roze kleur van haar aangedaan. En ik heb ook een blonde pruik, want in die video heeft zij een blonde pruik op, heb ik ook. Dus ik ga mij helemaal proberen te transformeren naar haar. En ik ben echt super benieuwd in hoeverre ik op haar ga lijken. Vooral omdat ik nou iemand namaak die ook echt al een klein beetje op mij lijkt. Dus dan ben ik echt heel benieuwd in hoeverre ik op haar ga lijken. Dus laten we gewoon snel beginnen met de video. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik weet niet of het gelijk opvalt, maar ik heb mijn wenkbrauwen niet gedaan. Ik heb mijn wenkbrauwen altijd al gedaan voordat ik de video begin. Maar nou heb ik dat niet gedaan, omdat een van de grote verschillen van mij en haar zijn onze wenkbrauwen. Zij heeft hele andere soort wenkbrauwen. Mijn wenkbrauwen gaan zo in een arch omlaag, terwijl haar wenkbrauwen gaan zo best wel omhoog. Dus dat ga ik proberen na te maken. Ook zijn haar wenkbrauwen ietsje lichter dan de mijne. Dus ik ga echt even proberen om haar wenkbrauwen na te maken, wat denk ik best wel moeilijk gaat worden, but we will see. Wat ik ga doen is dat ik een beetje concealer aanbreng op de uiteindes van mijn wenkbrauwen, want ik wil die eigenlijk helemaal bedekken, want dan kan ik mijn wenkbrauwen zo omhoog gaan zetten, creëren. Dus ik doe hier een beetje concealer. Ik heb dit al wel eens gedaan voor een andere video. Dat was de Foxy Eyes video. Toen had ik ook mijn wenkbrauwen zo meer omhoog getekend. Dus toen was het ook wel gelukt. Dus ik hoop dat het nou gewoon weer lukt. En dan even een klein beetje poeder om het te zetten. En dan breng ik weer een beetje concealer aan om het nog meer te bedekken. Want het is echt nog niet genoeg bedekt. En dan weer een beetje poeder. Oké, ik vind dat je het echt nog veel te goed kunt zien. Ik ga even in met deze Catrice Camouflage Concealer. Misschien is die beter om te gebruiken hiervoor. En dan weer een beetje poeder. Ik heb ook gezien bij drag queens dat ze ook af en toe vaak prit gebruiken van tevoren. Maar dat heb ik allemaal niet, dus whatever. Nou, dat had echt veel meer nut. Dat had ik gewoon gelijk moeten doen. Oké. Dan heb ik hier een wenkbrauwpotloodje van Bella Pierre Cosmetics. Dit is in een lichtere kleur dan dat ik normaal gebruik. Dit is de kleur nummer 12, Chestnut. Is een beetje een bruinige kleur, terwijl ik normaal echt ga voor zwart. Dus ik kan ze ook weer niet te licht maken, want mijn wenkbrauwharen zijn nou eenmaal gewoon heel donker. Dus ik hoop dat ik hiermee gewoon een beetje ze wat lichter kan maken, zonder dat het echt super opvalt dat ik een te lichte kleur gebruik. Het ziet er nou allemaal een beetje raar uit, maar ik ga het fixen, jongens. Geen probleem. Dan pak ik deze Wet n Wild wenkbrauwpoeder en dan pak ik deze middelste poeder om het een beetje in te kleuren. En dan ga ik met deze Revolution Concealer onder strak maken. Dan een beetje wenkbrauwgel. Ik gebruik deze van NYX Cosmetics, de Control Freak Brow Gel. Zo, je kunt nog wel een klein beetje de haartjes eronder zien, maar meer bedekt dan dit lukt niet. Dus ik vind dat ik het best wel goed heb gedaan. Laten we gewoon die kleine beetje haartjes daar beneden negeren. Dan ga ik beginnen aan mijn gezicht. Zij heeft echt een full beat gezicht. Contour, lekker heftig. I love it. Hij laat in de video niet compleet zien welke producten hij gebruikt. En ook niet compleet hoe hij alles precies doet. Maar hij laat best wel veel zien. Dus ik ga ook echt precies wat hij laat zien ook proberen na te doen. En ook de producten te gebruiken die hij ook gebruikt als ik ze heb. Ik zie dat hij haar gezicht primet met deze Milk Hydro Prime. Dus dat ga ik ook doen. Dit is by the way een hele fijne primer. Alleen hier niet te koop. Deze alleen maar te koop bij Sephora en zo.
Dus mocht je ooit naar een Sephora gaan, ik raad hem zeker aan. Hij is super, super duur, maar echt super fijn. Hij laat je make-up lang zitten. Hij plakt ook zo lekker. Echt top. Ik kan helaas net niet zien welke foundation hij gebruikt. Hij doet dat echt zo net uit beeld. Dus de foundation die ik ga gebruiken is de Dewy Photo Focus Foundation van Wet n Wild. Deze heb ik in de kleur Desert Beige. By the way, een hele fijne betaalbare foundation. Dus als mensen daar nog naar op zoek zijn. Vooral ideaal voor mensen met een droge huid. Want het is een dewy foundation, dus hij glanst een klein beetje. Ik blend het in met mijn NYX Cosmetics spons. Als concealer gebruikt hij de NARS Radiant Creamy Concealer. Die heb ik helaas niet, maar ik heb wel een dupe van die concealer. En dat is deze Milani Conceal en de Fine Concealer. Zijn allebei mooie glanzende concealers met allebei een medium tot volledige dekking. Ik heb hem in de kleur 130 Light Beige. Ik denk, by the way, dat hij als foundation ook de NARS Foundation heeft gebruikt. Dat kon ik dus niet zo goed zien. Maar dat is ook een glanzende concealer. Dus dat matcht dan ook een beetje met de Wet n Wild concealer die ik net heb gebruikt. Oké, even by the way, deze combo van die foundation en deze concealer is echt prachtig. Ik zie ook dat hij helemaal concealer hier aanbrengt. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Normaal doe ik dat niet. Echt super handig dat ik nou een look namaak die iemand maakt gewoon op YouTube. Normaal zie ik gewoon de foto. En dan moet ik maar inschatten hoe men de look heeft gemaakt en het namaken. Maar nou kan ik gewoon letterlijk zien hoe die het doet. Dat is wel echt top. En dan kan ik het gewoon zo goed mogelijk namaken. Nou is het hier ook helemaal verlicht. Oeh, dat is wel mooi eigenlijk. Qua poeder zegt hij dat hij een banana poeder pakt. Maar hij vertelt niet welke. En ik kan ook niet zien welke het is. Dus ik ga ook gewoon een banana poeder gebruiken. Ik ga deze banana poeder van de HEMA gebruiken van hun B-collectie. Volgens mij is die te donker voor mij, maar ik hoop het niet. Ik ga het gewoon aanbrengen, whatever. We zien wel. Oh nee, valt mee. Op zich is hij niet te donker. Godzijdank. Dan is het tijd voor poedercontour. Ik dacht eigenlijk dat hij ook cream contour had gebruikt. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij gebruikte alleen maar poedercontour voor de hele gezicht en de neus. Hij laat niet zien welke hij gebruikt. En hij vertelt ook niet welke hij gebruikt. Maar ik ga gewoon voor mijn Shade & Light paletje van Kat Von D Beauty. Daarmee contour ik heel vaak. En die is gewoon echt heel erg fijn. En ik ga heftig contouren. Want ik zie ook dat hij heftig contourt. Dus wij gaan ook lekker heftig contouren hiermee. Het is ook een donkere kleur die ik nou gebruik. Dus ik kan er ook echt heftig mee contouren. Ik maak mijn neus heel smal. Haar neus is iets smaller dan mijn neus. Was mijn neus maar als haar neus. Echt wauw. Dus ik ga lekker veel aanbrengen en lekker snatched maken. Je gaat weer zien dat ik nou weer helemaal ga overdrijven en het er niet uit gaat zien. Maar oké. Dan pak ik deze Benefit Cosmetics Foundation Poeder in de kleur 2. Is gewoon een lichte pressed poeder. Die ga ik nog aanbrengen onder mijn ogen en een beetje langs mijn neuscontour. Om mijn neus nog extra snatched en smal te maken. Oké, dan even een beetje MAC Fix Plus. MAC Fix Plus, dit is geen MAC Fix Plus. Een beetje Max & More Fixing Spray. En dan kan alles een beetje in elkaar smelten. Deze haarband is te breed. Hij moet zo zitten. Waarom is hij zo breed? Nou is het alsof mijn hoofd zo breed is. Ik ga beginnen aan de ogen. Het paletje die hij gebruikt is obvious. Zijn eigen paletje. James Charles X Morphe paletje. Die heb ik godzijdank ook. Oh, ik had hem gewoon omgedraaid vast. Dit paletje dus, die ga ik dus ook gebruiken. Die heb ik ook, godzijdank, een van mijn beste paletjes. En hij maakt bij haar een beetje een bruine smoky eye look met een halve cut crease. En dan een rode lijn op de cut crease. Dat ga ik ook doen. Hij begint met de bruine kleur hier in de hoek. Dat ga ik ook doen. Maar voor de rest laat hij niet meer zien wat hij gebruikt. Dus I'm just gonna wing it. We gaan even inzoomen op de ogen. Oh mijn god, nou vallen die wenkbrauwharen helemaal op. Oh, wat erg dit. Nou ja, maakt niet uit. De neuscontour is ook lekker heftig. En ik heb een haartje op mijn gezicht. Ik ga beginnen met deze lichtbruine kleur als transitiekleur. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 kwast. Is een grote fluffy kwast. En die breng ik aan in mijn hele arcadeboog. En ook lekker hoog. Wij hebben wel dezelfde soort ronde oogvorm. Dat is wel chill. Alleen heb ik iets meer hooded ogen dan zij. Dan pak ik de bruine matte kleur hier in de hoek die hij ook heeft gebruikt. Hiervoor gebruik ik een kleine fluffy kwast van Zoeva 224. En die kleur ga ik aanbrengen in de buitenste hoek vooral. Ik heb een beetje zwart op deze kwast. Oh my god. En ik zie dat hij echt zo'n smoky eye heeft gedaan. Helemaal zo naar boven. Dus dat doe ik ook.
En die kleur breng ik dan ook een heel klein beetje aan onder mijn wimpers. Ik zie dat hij niet heel veel heeft gedaan, dus ik doe ook maar een heel klein beetje. Dan ga ik een halve cut crease maken met deze Catrice Concealer in de kleur 020 Light Beige. En ik gebruik deze NYX Cosmetics Gouache nummer 14. En ik ga een hoge cut crease maken, want die van haar is ook echt hoog. Dan pak ik deze licht nude matte kleur. En die breng ik aan over de hele cut crease. Nu ga ik weer in met deze donkerbruine kleur. En die blend ik dan weer hierin met de cut crease, zodat het allemaal mooi in elkaar overloopt. Ik zie ook dat hij een beetje zo schuin gaat. Dus dat doe ik ook. Ik gebruik hiervoor mijn Zoeva 231 kwast, by the way. Voor de rode lijn gebruik ik deze NYX Cosmetics Epic Wear Eyeliner. Deze is nieuw van hun. Hij is ook nieuw van mij. Ik heb hem nooit gebruikt. Hij is waterproof. Wat is waterproof? Ik bedoel waterproof. En er staat op I Am Body Liquid Eyeliner. Ik heb in de kleur red. Gewoon red, dus rood. Oké, nou moet ik even mijn adem gaan inhouden om dit aan te brengen. Voor mascara gebruik ik mijn Benefit Bad Gal Bang Mascara. En als neppe wimpers gebruik ik TL3 van Tati Lashes en dan kom ik zo bij jullie terug. Ogen zijn helemaal klaar. Ik heb andere wimpers opgedaan. Ik heb deze wimpers van de Primark opgedaan in de stijl 730. Nou ga ik beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen. Hij heeft haar gezicht super warm gemaakt. Dus dat ga ik ook doen met vooral bronzer. Ik gebruik mijn Hoola Caramel Bronzer van Benefit. En ik ga lekker veel bronzen. Ik ga ook nog een beetje met die bronzer over mijn neuscontour, want haar neuscontour is ook echt warm. Dus dat ga ik ook... Er zat hier zwart op. Oh my god, er zat zwart op die kwast. Dit ga je niet menen. Oh my god. Oké, tijd om een andere kwast te gebruiken. Ik ga gewoon deze gebruiken en dan ga ik met die bronzer overheen. Hopelijk wordt dan het zwart ook weer iets minder. Ik had gewoon mijn neuscontour met rust moeten laten. Kijk, dit krijg je ervan. Als je allemaal weer extra wil doen, dan verpest je het weer. Oké, nou is het hier een beetje zwart, maar kunnen we dat gewoon negeren alsjeblieft? Dankjewel. Dat was de meest domme zet ever. Als blush gebruikt hij een beetje een licht rozige blush van Patrick Ta. Patrick Ta is hier niet te koop bij ons. Ik kan die niet hier halen, dus ik gebruik gewoon een blush die erop lijkt. Ik gebruik deze Catrice blush in de kleur 040 Berry. Is ook een mooie matte lichtrozige kleur. Deze video duurt echt al zo lang. Oh my god. Hij laat niet zien welke highlighter hij gebruikt, maar het is een beetje een lichte goud champagne-achtige highlighter. Ik ga daarvoor mijn I Heart Revolution Heartbreakers highlighter gebruiken. En dat is deze in de kleur Spirited. Voor de lippen gebruikt hij een beetje een nude lipje, maar wel een beetje aan de donkere achtige kant. Helaas laat hij ook weer hier niet zien wat hij gebruikt, dus ik ga gewoon gokken. Ik gebruik mijn Morphe Sweet Tea Lip Pencil en ik gebruik deze lipstick van Juvia's Place in de kleur Me. Hopelijk gaat dit een beetje lijken, anders ga ik hem er weer afhalen. Ik zie ook dat hij haar lip hier een beetje rond heeft gemaakt, dus dat maak ik na. Wow, deze lipcombo lijkt super veel op die. Dat heb ik goed gegokt. Als fixing spray gebruik ik deze Fit Fix spray van Makeup Obsession. Oké, dit is dan basically de hele make-up look. Ik denk echt dat het goed is gelukt. Ook de lippen is echt zo'n perfecte combo. Nou is het tijd voor de haren. Haar echte haar is gewoon als mij. Zij heeft gewoon donker haar, maar zij draagt een blonde pruik in die video. Dus ik heb hier ook een blonde lace wig. Dit is gewoon een cheap as lace wig. Of ja, heel cheap is het niet, want het is best wel goede kwaliteit. Alleen het is wel gewoon nep plastic haar. Haar pruik is gewoon vast echt haar en super duur. Maar we maken er gewoon iets van. Deze ga ik opdoen. En dan kom ik zo bij jullie terug voor het eindresultaat. Oeh! Dit is dan de finished look. Oh mijn god. Kijk maar met blonde haren. Ik heb ook zo mijn haar geprobeerd te doen als haar. Zij heeft zo de haar een beetje naar achteren. En dan heeft ze zo twee plukken hier. Oh my god. Kijk hoe ik eruit zie. Ik vind echt wel dat ik een beetje op haar lijk. Zij is wel smaller dan mij. Ze heeft een smaller hoofdje, smallere neus en zo. Maar al met al heb ik mijn best gedaan om zoveel mogelijk op haar te lijken als kan. Wat vinden we ervan? Ik vind sowieso de make-up look gewoon heel leuk. Ondanks het feit of het nou haar look is of niet. Dit is gewoon een hele mooie look om te maken. Ook heel draagbaar. Vooral als je dat rood weghaalt. Dan is het gewoon een super draagbare look. Gewoon een soft glam. Ik vind de lippen ook echt prachtig. I like it. Ik vind blond haar mij ook altijd wel staan. Het is wel super anders. Maar ik
vind het wel altijd staan. Dus ja, let me know wat je ervan vindt. Heb ik het goed gedaan of heb ik het niet goed gedaan? Ik zet ook een hele lijst met alles wat ik vandaag heb gebruikt beneden in de beschrijving. Ik vond het echt weer super, super leuk om dit te doen. Ik vind dit soort dingen doen altijd echt heel erg leuk. Ik hoor ook graag van jullie wat voor looks jullie nog meer zouden willen zien. Welke celebrities moet ik nog meer namaken? Let me know. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!